Nou, vorige week was het natuurlijk helemaal geweldig. Het brons winnen op het NK met Dayano. Ik zit nog steeds een beetje op een roze wolk. En komende week heb ik geen wedstrijden, dus dan zal ik een beetje creatief moeten zijn met het filmen thuis. Maar dit is je altijd zat te zien en zat te doen. Dus ik denk dat dat wel goed komt. En zo heb ik al vandaag een clinic hier thuis met een groep meiden die ponykamp hebben op de Karpenhoeve. En die zullen zo wel aankomen. Ines is al aan het losrijden die bij me werkt. Die zal een kleine clinic en een kleine demonstratie geven. En dan zal ik een staltour geven. Het lijkt me leuk om jullie gelijk mee te nemen. De organisatie met de fjord. En dit zijn de dames. Vinden jullie het leuk? Ja. Goed zo. Hier zijn we op stal. We hebben ongeveer 8 boksen. We hebben er zelfs nog eentje zelf gemaakt als noodbox. En dit is de spuitplaats. We hebben ook alle stalplaten hangen. Die we in de jaren heen hebben gewonnen. En de internationale rosetten. Die lijkt zich ook altijd mooi in. Nou, Jimmy valt al in de smaak. Nou, dan hebben we hier zo de stapmolen. En dan gaan ze elke ochtend gaan ze daarin. En dan kunnen wij even de stallen mesten. Ik vind dat altijd zo zielig. Als ze heel even pauze hebben, dan krijgen ze een schop aan hun kom. En de spoeiers aan. Nou, dit is Boef. Die is al 21 jaar bij mij. Dus zij mag hier zo lekker van zijn opa dag genieten. Een mooie bos bloemen gekregen van ze. Ze vonden denk ik Pixie en de molen nog het leukste van de hele middag. Maar het was erg geslaagd. Ik heb deze week iets heel leuks. Ten eerste, dit is Gaudi. Hij is 5 jaar. Hij is echt heel groot, hengst. Maar hij is super braaf. En hij staat sinds gisteren bij mijn training. Vandaag heb ik hem nog heel even gelogeerd om hem te laten wennen, maar hij is gewoon hartstikke rustig. Volgens mij vindt hij alles leuk wat we doen. Maar het is heel warm vandaag, dus hij is al lekker gedoucht. Hij had onwijs gesleten. En dan verliest hij natuurlijk heel veel zout en mineralen. En dat vind ik wel belangrijk om dat hier aan te vullen. En ik gebruik daar elektrolyten voor. Dus dan krijgt hij straks lekker te eten. En dan ze eet het ook heel makkelijk op. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel. En dan gaan we lekker met hem mee aan de slag. En het tweede leuke nieuws is dat jullie kunnen winnen wat ik gebruik. Ik heb 50 van deze probeerzakjes en een pot. Hier moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ga naar mijn nieuwe Facebookpagina Danielle van Mierlo. En vind deze leuk. Deel dit bericht. En onder de abonnees van mijn YouTube kanaal en degene die dit hebben gedaan, verloot ik 50 van deze zakjes en die pot. Het is nu vrijdagavond en mijn broertje en ik geven een klein feestje met onze vrienden. Omdat hij voor afgelopen weekend jarig is geweest en ik brons heb gewonnen. Koudi mag het feestje van dichtbij meemaken. Die staat gezellig naar buiten kijken. De drank staat koud. En ik heb een lekker sapje gemaakt. Dus van mij pak mag ze komen. Ik heb mezelf ook maar even snel omgekleed. Want iedereen ziet me altijd maar in mijn paardenkleren. Dus ik heb nou een jurkje aan en mijn haar gedaan en mijn make-up gedaan. Dus nu zijn we er helemaal klaar voor. Het is super gezellig! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Dani! Een paar momenten op de zaterdagochtend. Het is nu vroeg. En ik ben gisteren maar om 5 uur naar bed gegaan. Omdat ik nou moet lesgeven en de paarden moet doen natuurlijk. Maar het was onwijs gezellig. En ik ben blij dat we het heel eventjes gevierd hebben met z'n allen. Ik wil natuurlijk wel iets voor doen. Ga naar mijn nieuwe Facebookpagina Danielle van Mierlo. Vind deze leuk en deel. Dat was weer vlog 6. Regelmatig ga ik nu iets weggeven, dus houd het zeker in de gaten. Vergeet niet te abonneren en hou mijn nieuwe Facebookpagina in de gaten. Tot volgende week.